Wat ben je mooi? Wat ben jij mooi? Ben je zo mooi dan? Ja? Is mijn meisje zo mooi? Ja, hé. Nou ja, daar hangt natuurlijk ook de duitjes hangen aan de sleeën. Kijk, nou hier ook linten aan om aan de deur te hangen. Dus dat laat ik jullie straks ook even zien. Maar nu zet ik jullie even, ik zou jullie gelijk er al op zetten, maar dat gaat het hem niet worden, want er staan te veel lampen op. Ja, misschien, nee, dat gaat hem ook niet worden, want dat is weer voor een mobiel. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een nieuwe vlog, een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds donderdag, de 9e van de 11e, 2023, en we leven om 10 minuten over 1. En Willy kan zo komen. En als die er is, we hebben een bakje koffie gedaan, ga ik met de meisjes uit. En zij gaat aan het werk en ik, als ik terugkom, ga ik ook natuurlijk uiteraard weer verder met mijn kerstversiering. Waar ik jullie weer probeer mee te nemen en ja, zo nu en dan misschien een short of weet ik veel wat. Ik vergeet het ook wel om jullie er eigenlijk mee te nemen, mijn fouten. Dan ben ik zo lekker bezig en dan vergeet ik jullie er helemaal bij te pakken. Ja, dat moet ik eigenlijk, eigenlijk wel gaan doen, hè. Ja, maar ja, dat proberen we ook dan wel te gaan doen op een of andere vreemde manier. Ja, komt helemaal goed. Ik moet enkel even iets zoeken. Maar dat komt ook wel goed. Ja. Dat vinden we ook wel weer. Denk ik. Mag ik hopen. Maar in ieder geval. Ik had vanochtend eerst hoofdpijn. Ja. En dat kwam niet zomaar op een gegeven moment opzetten. Vanwege dat ik te vast geslapen had. Want nee, dat was niet het geval. Maar de buurman die was weer bezig. Ja. Weer aan het boren. Ik denk, wat valt het nou nog te boren? Ik weet het echt niet hoor. Nee. Het is weer eventjes goed gegaan en dan begint hij weer. Ik denk, halleluja. Ja. Maar ja, oké. Okay. Ik hoop dat het nou weer stil blijft bij hem. Enkel ergens anders zijn ze ook bezig. Maar dat is verder weg en dat is buiten. En dat trilt niet door het hele huis heen. Ja, als je hier al moet boren in mijn huis, nou dan vergaan de buren die vergaan dan, hè. Want het is allemaal hier zo ontzettend gehoorig. Nou, dan zeg je u tegen. Ja, daar kun je niks aan doen. Het is nou helemaal zo. Ik moet mijn oor nog even druppelen. Het begint ietsje beter te worden. Dus ja, laten we hopen dat het helemaal overgaat. En dan ben ik pas tevreden. Ja. Maar het komt allemaal wel goed, hè, lieve schat? Ja, nou meisje. Zo'n grote meid, hè, hero. Ja, want wie legt er bij? Mijn meisje. Ja, en wie hier? Mijn andere meisje. Ja, mijn andere meisje. Ja. Hé? Oh, wat is je tikkie doosje? Oh, wat is je tikkie doosje? Hé? Joh. Ja, allebei zijn ze zo lief, zo lief. Ze zijn al in de tuin geweest. Ja. En het is nou eindelijk droog. Ja, hoe doen ze dat daar van boven, hè? Eindelijk is het droog. Nou, laten we hopen dat het voorlopig even droog blijft. En die keutels allemaal hard worden, kan ik het opruimen. Ja. Want als het papperig is, dat zacht is, kan je het niet opruimen. Nee. Dat is eigenlijk aan één kant wel makkelijk als het gaat sneeuwen. Dan zie je het niet meer. Nee. En dan ruik je het ook niet. Ja, je ruikt het nou even goed niet. Er is te koud voor. Maar ja, hoe heet het? Ik wil het opgeruimd hebben. En met die zachte troepen krijg ik het. Dan kan ik het niet opruimen. Nee. Gaat het er niet worden. Hé, meisjes. Ja, dus ja, lieve vrienden, en ik moet natuurlijk weer een vlog in elkaar zien te zetten, dus we gaan gewoon lekker door.
Ik zal jullie nog even de kamer weer laten zien, nou dat het daglicht is, dus ik draai jullie even om. Hé, madame Elwin? Nou, we gaan weer bij de klok beginnen. Een slingertje eromheen. Voilà, en dan gaat nog slaan ook. Hoe doet hij dat? Balletjes daar ook. En een hele oude adventskalender, die is al ouder dan dat mijn zoon is. Ja. Ook heb ik mijn zoon aan de telefoon gehad, via Karin. Ja, het ging allemaal via Karin. Ja. Nou ja, dat wisten jullie al, een raamsticker erbij. Daar ook een raamsticker erbij en daar. En allemaal balletjes erin, ik hoop dat jullie dat zien. Ik hoop het. Ik weet niet of jullie dat zien. Ik zie het in ieder geval door de camera niet. Nee, wie ben ik? Ja. En daar hangt een hartje, naar beneden. Ja, en daar hangt een kwastje. Nou, allemaal slingers, slingers, slingers. Televisie is klaar. Daar is het klaar. Ja, mijn lichtje voor op mijn schouder, die legt daar te knipperen. Maakt niet uit. Enkel in die bloemen, daar zit wat kerstverlichting in, maar ik wil eigenlijk in die stal ook een klein strengetje hebben. Ja, oh, wat ben je mooi! Wat ben jij mooi! Ben je zo mooi dan? Ja? Is mijn meisje zo mooi? Ja, hé. Nou ja, daar hangen natuurlijk ook nou, de duifjes hangen nog, de sleeën, de hert hangen nog, maar die klokjes, die glazen klokjes. Ja, dat zien jullie nou wel. En nou ja, die doet het ook nog steeds. En daar een slingertje, helemaal eromheen. Ja. En dan waren we bij de spiegel beland. Nou, mijn bureau. De kerstman blijft daar niet staan. Nee. Want die komt op dat stoeltje naast de kerstboom. Ja. Zoals altijd. Nou, daar heb ik een klokje hangen. En daar hangt een klokje. Ik haalde eerst mijn foto, mijn tekeningfoto daar weg. En daar kwam er ook een te hangen. Ik denk dat ik hem ook zo. Ja, toch. Nou, hier ook twee stikketjes. En dan hebben we hier al hangen. Ook al balletjes in. Zoals die. En die. En die. Ik heb er niet zoveel in als voorheen. Want er zat het veel volle dagbus. Die staat erop. Kan er niks aan doen. Dan had je niet voor mijn raam langs moeten lopen. Ze wil er niet op. Ik ga er niet blurren. Het is mijn huis. Dus zij loopt buiten. Dus ja. Moet ze er niet voor langs lopen, hè? Nee. Wat is een kind? Oh, wat ben je mooi. Wat zijn jullie toch mooi, hè? Wat zijn jullie allebei toch mooi, hè? Ja, echt wel. Oh, zo mooi. Nee, Willy is er nog niet, hoor. Komt Willy zo meteen? Ja? Je gaat even de kopjes afwassen. Ja, is een strak plan. En koffiewater opzetten. Broodje klaarmaken. Ja, en als we koffie op hebben, ga ik met jullie lopen. Helemaal goed. Dus ja, nou, het tafeltje is zo goed als leeg. Maar ja, die heb ik toch nodig voor de kerstboom te versieren. En ik moet de hal nog doen. De wc heb ik ook al gedaan. Dat laat ik jullie ook nog even zien. Zo.
Kijk erboven. Nou, daar hangt wat. Daar hangt wat. Daar hangt wat. Daar hangt wat. Daar hangt mijn kerstman. Enkel die hangt niet goed. Daar hangt ook wat. Nou, die hing er al. Die heb ik gewoon laten hangen. Daar hangt wat. En dan moet nog een slinger door. Ja. Yeah. Nou. Zelfs het kleinste kamertje is een beetje versierd. Dat zijn met lintjes. Nou, en dan die kerstlingen helemaal zo daarbij deden. En dat dingetje is ook kerst. En dan een ster. En dan hangt er aan de lamp ook wat te hangen. Dus dat dus. En aan de spiegel hangt nog wat. Deze is nog van mijn tante geweest. Ja, ik zuinig op. Echt waar. Dus ja, dat dus. Dus hier moet nog een slinger komen en ook nog verlichting. Ja. Dus ja. Komt allemaal al goed. Mijn meisjes. Mijn meisjes, hè. Moet dat nou? Is gewoon Willy. Is Willy klaar? Nou, klaar. Jongen, Kom dan. Was ook vanochtend weer bezig. Ah, is weer buiten bezig? Ja, laat maar lekker buiten blijven. Dat hoort niet zo raar. Wous. Ja, ik ga de kopjes afwassen en voor koffie zorgen. Dat zei ik net al, maar toen liet ik de rest nog even zien. Hé? Ja. Dus ja, lieve vrienden, Willy is gelukkig weer in huis. En wij houden het lekker koud, lekker warm en lekker gezellig. En ja. Zo gaan we door. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer eventjes. Kerstverlichting in de hal ook al brand. Ja, die kan branden. Die gaat gelijk met de verlichting in de woonkamer aan. Sky is ook even in huis. Hallo, ik ben er vanavond weer. Ja, en vanavond is hij er weer. Dus ja, helemaal leuk, helemaal aardig. Ik ga zo meteen nog verder met de hal te versieren. En dan is dat ook weer klaar, zou ik zo zeggen. En ja. Mwah, mwah, mwah. Tot straks. Dankjewel. Dus ja, dat dus. Ik ga eens even dingen regelen. Is goed, schat. Hou nu. En dan moet je wel even kijken wat die grit kost, hè, voor jullie zelf. Want ik heb die nou altijd. Ja, als het niet veel scheelt, dan heb ik die weer natuurlijk. Ja. Want die is goedkoper weer dan die blauw-witte. Die kun je echt had. Ja, die van ons is 1,30 euro. Ja, ik weet niet. Nou, ik zal even kijken. Is goed, schat. Doei, doei. Tot vanavond. Ja, dat dus. Maar ja, ik zat te denken om jullie op een statief te zetten. Maar dat, dat moet ik eerst nog uitvogelen hoe dat moet. Dat ga ik ook eens een keer doen om te kijken of dat lukken wil. Ja, op die statief dan, hè. Die hier er staat. Ja, dan moet die zo. Maar daar kan ik jullie nou niet op, want er staan te veel lampen erop. Ja. En mijn mobiel die blijft maar gaan en ik word er knettergek van. Ik zet dat geluid helemaal uit. Ja, want ik ben aan het werk. Kijk, nou hier ook
linten aan om aan de deur te hangen. Dus dat laat ik jullie straks ook even zien. Maar nu zet ik jullie in, want ik zou jullie gelijk er al op zetten, maar dat gaat het hem niet worden, want er staan te veel lampen op. Ja, misschien, nee, dat gaat hem ook niet worden, want dat is weer voor een mobiel. Moet ik met een mobiel filmen, dat gaat het hem niet worden. Dus ja, dat dus. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd om lekker naar bed toe te gaan. Jullie willen niet weten, ik heb hele vreemde hoofdpijn. Maar dat komt omdat het iedere keer maar onweert en weer ligt en roffelt het weer. En ja, het is niet fijn weer om eigenlijk naar bed toe te gaan, maar ik ben wel moe. Ja, dus we gaan weer een lekkere warme kruik maken, want ik heb steenkoude voet. Ik ben helemaal koud trouwens. Maar de kachel die staat ook een hele tijd uit, dus dan wil je het ook wel koud krijgen. Ja. Ik ben klaar met het werk. Hij is nog HD aan het doen. Nou, dat duurt nog 60 minuten, dan blijf ik niet wachten. En de HD, dan kan ik hem gewoon uitschakelen. Dan doe ik het. Dat maakt niet uit. Het wordt een lange vlog, kan ik ook niks aan doen. Het is met Halloween, ja. Nou, komt wel goed. Ja, maar ik ga een beetje toe. Ik wacht er niet op. Nee. Zo, bedoel maar. Hoogste tijd. Dus wij gaan afsluiten. Sky legt al. Dat meisje wil naar bed. Waar is de ander? Daar ligt de ander. Helemaal in een hoekje, geschoolen. Hè? Achter de kussen in plaats van erop. Ja. Ja. En het is buiten een bagger. En er komt nog meer aan, want wat zie ik? Allemaal belletjes op de plassen. Op de plas, moet ik zeggen. Het is een grote plas, ja. Allemaal belletjes dus. Dat wil zeggen dat er dan nog meer regen komt. Nou ja. En het waait dus ook lekker. Dus ja, we gaan lekker naar bed. Ja, echt. We gaan naar bedje toe. Dus, ik zeg, lieve vrienden, wel rusten, slaap lekker, met mooie dromen. En weer lekker gezond uit je bed zien te komen, ja. En ja, we weten het allemaal, wie dan ook, we behoren het gewoon te weten. God die houdt over ons de wacht, dat weten we toch, ja. Daarom zeg ik altijd gewoon, ja, tot de andere kant van de nacht, ja toch. Ik zou zeggen, tot dan, doei.